Pauwme, vandaag gewonnen tegen HGC. Jullie zijn koploper, jullie zijn bezig aan een sterk seizoen. Ja, we hebben op zich wel een mooi seizoen tot nu toe. En ja, ook weer een aantal nieuwe jonge meiden erbij. Dus het was in het begin weer even kijken hoe we dat gingen doen. Maar ja, ze passen zich gewoon heel goed aan en kunnen heel goed met ons meedraaien. En ja, we staan gewoon eerste. En ja, dat is gewoon een hele mooie positie voor nu. En ja, we gaan nu ja, in ieder geval nog verder voorbereiden richting dadelijk april, mei. En om dadelijk helemaal op topniveau te zijn. En ja, daar kunnen we wel nog een aantal dingen veranderen. Ja, we hebben wel eens dikker van Den Bosch verloren. Dus op zich 3-0 is niet heel slecht. Maar ja, je wil natuurlijk stunten tegen zo'n ploeg eigenlijk. En punten van hen afpakken. Dus ja, toch wel een beetje een teleurstelling. Er werd een beetje mat gespeeld vanaf onze kant. Ja, in eerste instantie ben je misschien toch een beetje onder de indruk van ze. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En daarna, na 2-0, heb je niet veel meer te verliezen. En dan ga je gewoon zelf hockeyen. En toen hebben we op zich redelijk gespeeld. Ja, jammer dat het dan nog 3-0 wordt in de tweede helft. Maar ja, we zijn wel een paar keer in de cirkel geweest. Dus. Eerste doel is gewoon play-offs. Daarvoor zijn we gewoon heel erg goed op weg. En in de play-offs kan alles opnieuw beginnen en gebeuren. En ik heb hartstikke veel vertrouwen in deze groep. We moeten wel veel beter. Hè. De Europa Cup komt er ook aan over een paar weken. Maar goed, we hebben nog tijd en we zullen elke week een stapje beter moeten. Prima Lieke, prima druk.